Als u mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van mijn bepalingen walgt, u zult dan het vlees van uw eigen zonen eten. En het vlees van uw eigen dochters zult u eten. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dan moet u haar hand afhakken. Laat uw oog haar niet ontzien. Wanneer een man met een andere man slaapt, zij moeten zeker tot de dood gebracht worden. Wat is jullie eerste reactie? Ik vind het echt belachelijk. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit ook erin stond. Hoe kan je hierin geloven? Ongelooflijk vind ik dat eigenlijk. Handen afhakken en zo, ja, zo zijn zij blijkbaar, maar ik... Als je vanaf je geboorte al zo wordt opgevoed met zulke gedachtes, dan ga je toch op een bepaalde manier denken. Dit komt over alsof ze weer willen onderdrukken en willen onderwerpen aan hun geloof. Die vrouw wil helpen en als dank wordt de hand afgehakt, dus... Ja, zo is het. Ja. Dat is niet goed, hè? Nee. Als je dit nou naast de Bijbel zou zetten, wat zijn dan voor jou de grootste verschillen? Ik vind de Koran, zeg maar, als ik dit zo hoor, die vind ik iets agressiever met de hakte hand eraf. Ik denk dat de Bijbel toch ook positieve dingen heeft. Ze vertellen het anders, in ieder geval. Het grootste verschil is dat wat hier ook expliciet blijkt uit veel meer de rol van de vrouw. In de Bijbel staat er iets minder hard erop, gewoon iets vredeachtiger. Ja, de wereld verandert en ik vind dat ze toch wel een beetje ermee mee moeten gaan. De meeste mensen van ons hebben gewoon vrijheid van keuze en vrijheid van meningsuiting gehad. Ja. En daardoor ga je op een andere manier denken. Ik vind het erg dat wat ooit opgeschreven is, men als de waarheid ziet. Maar zou je dit boek dan niet gewoon weg kunnen laten? Het is al heel oud, hè? Dus het hoort er een beetje bij, ja. Nou, dan hebben we een kleine verrassing voor jou. Want deze prachtige zin uit de Koran. We kwamen gewoon rustig uit de Bijbel. What the fuck? Serieus? Ja, serieus. Ja, wat de hel. Zo, dat had ik niet gedacht. Nee? Dat had ik echt niet gedacht, nee. Dat is mooi verwoord. Dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Nee, je dat? Ja. Dat heb ik heel goed gedaan. Nee, ja, nee. Het zijn alleen maar vooroordelen. En ik zeg altijd van, je moet niet vooroordelen, maar zelf doe ik het ook alleen maar. En het is iets wat je niet bewust doet. Met de media te maken natuurlijk. Ik blijf er gewoon bij. Blijf gewoon rationeel nadenken. Ja. Kijk gewoon wat een beetje logisch is en doe er je voordeel mee. Natuurlijk heb ik vroeger ook bijbelverhalen gehoord en ik heb zelf een christelijke school gezeten. Mm-hmm. Maar nee, ik had niet verwacht dat dit erin stond. Nee. Ja.